en welkom bij Erpskwerps Echt. Wij zijn een groep christenen die elke donderdagavond samenkomen in Erpskwerps. Ook posten wij elke zondag een video op YouTube en Facebook met creatieve content, inzichten uit de Bijbel en gebed. Vandaag hebben we een overdenking en een gebed met voorjaarsbeelden. Maar we beginnen met de 13e aflevering van het Markus-evangelie. Jezus vertrok uit die plaats en ging naar de omgeving van Tyrus. Daar ging hij een huis binnen en wilde niet dat iemand daarvan wist. Hij kon echter niet onopgemerkt blijven. Er was namelijk een vrouw die een dochtertje had met een onreine geest. Zodra zij over hem hoorde, kwam ze naar hem toe en liet ze zich voor zijn voeten neervallen. De vrouw was een niet-Joodse, afkomstig van Syro-Fenicië. Ze smeekte Jezus om de demon uit haar dochter te drijven. Laat eerst de kinderen voldoende eten. Want het is niet goed om het brood van de kinderen af te nemen en aan de hondjes te geven. Heer, de hondjes onder de tafel eten toch van wat de kinderen morsen? Omdat je dat antwoord geeft, mag je naar huis. De demon is uit je dochter weggegaan. Zij ging naar huis en zag dat haar kind in bed lag en de demon was weggegaan. Toen vertrok Jezus uit de omgeving van Tyrus. Via Sidon reisde hij naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en moeite had met praten. Men smeekte Jezus om zijn hand op hem te leggen. Nadat hij hem apart had genomen bij de menigte vandaan, stak Jezus zijn vingers in de oren van de man, spuwde hij en raakte hij de tong van de man aan. Toen keek hij omhoog naar de hemel en zuchtte diep en zei tegen hem: Ephatha. Dat betekent: ga open. Meteen werkten zijn oren en tong naar behoren en sprak hij normaal. Jezus droeg hun op het aan niemand te vertellen, maar hoe meer hij het verbood, hoe meer de mensen het bekend maakten. Ze waren diep onder de indruk. Alles wat hij heeft gedaan, is goed. Hij zorgt er zelfs voor dat de doven kunnen horen en de stomme mensen kunnen spreken. Dankjewel aan iedereen die aan dit beeldverhaal heeft meegewerkt. De eerdere afleveringen van deze serie kun je vinden op de playlist Markus
op ons kanaal van YouTube. Als je net als de mensen in de tijd van Marcus onder de indruk bent van de macht van Jezus en van zijn liefde voor de mensen, dan kun je ook nu bij hem terecht. Daarom gaat Rita ook deze week weer voor ons bidden. Voel je vrij om met haar mee te bidden of anders rustig te genieten van de vrolijke voorjaarsbeelden die werden opgenomen door Christina. Vader in de hemel, soms hebben we het moeilijk en lijkt alles ons te veel te worden. We hebben pijn en begrijpen niet waarom ons dit lijden niet wordt bespaard. U bent toch God, u bent toch goed en almachtig. Maar dan denk ik aan wat uw zoon Jezus moest doorstaan. Hoewel hij u smeekte om de beker van het lijden van hem weg te nemen, wou hij toch dat uw wil geschieden. Vader, er is veel dat ik niet begrijp. Maar ik weet zeker dat u Jezus niet doorheen dat lijden zou hebben laten gaan, indien er een andere weg was om de mens voor eeuwig te bevrijden. En ik weet ook zeker, Jezus, dat ik in goede en in kwade tijden op u kan blijven vertrouwen. U kent ons en weet wat we meemaken. U bent bij ons en troost ons. Of u stuurt mensen die liefdevol een eind met ons op weg gaan. En u geeft bemoedigende woorden. Want samen met zoveel profeten van weleer mogen ook wij zeggen, hou vol. Er is hoop. Twijfel niet aan Gods goedheid. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen iedere week bij elkaar. Dan bidden we voor en met elkaar op de manier die je net van Rita hebt gehoord. Ook lezen we dan een passage uit de Bijbel en bespreken we hoe die op ons leven van vandaag van toepassing is. Als je nog niet bij een kerkgemeente of huiskring hoort en bij ons in de buurt woont, ben je van harte uitgenodigd. Straks ga ik je onze contactgegevens geven. Maar eerst willen we luisteren naar een overdenking door Maarten. Onze huidige samenleving wordt sterk beïnvloed door onze geschiedenis. Als we terugkijken, kunnen we denken aan Europese oorlogen, de industriële revolutie, de uitvinding van de drukpers en nog meer. Maar we moeten niet lang kijken voordat we drie verschillende stromingen ontdekken. Onze denkprocessen, logica, wiskunde, literatuur enzovoort hebben een Griekse oorsprong. Onze wetten en regeringsvormen, hoewel ze nu een democratisch jasje dragen, komen van de Romeinen. Maar het spirituele, ons mensbeeld en zelfs onze ideeën over mensenrechten komen uit het Midden-Oosten, meer bepaald uit de Joodse achtergrond die we in de Bijbel terugvinden. In een van de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen van de Apostelen, een eerste eeuwse historische tekst die uiteindelijk werd opgenomen in het Nieuw Testament, zien we een merkwaardige ontmoeting tussen deze drie stromingen. De Romeinen in deze ontmoeting worden vertegenwoordigd door de gouverneur van Judea, Porcius Festus. Hij was afkomstig uit een oorspronkelijke plebeïsche familie van wie Marcus Cato de beroemdste telg was. Festus was een professioneel bureaucraat, de woordvoerder van keizer Nero in Judea. De Grieken worden vertegenwoordigd door Herodes Agrippa en Bernice. We associëren de hele familie Herodes met de Joden, maar hun stamvader Antipater was eerder een product van het vroegere Griekse Rijk van Alexander. En Agrippa en Bernice waren thuis in beide werelden, die van de Grieken en die van de Joden.
De Joden worden vertegenwoordigd door Paulus, hoewel ook hij een product was van de drie culturen. Hij was een leidende Joodse leraar geweest. Hij was geboren als Romeins burger en hij groeide op in Tarsus, een Griekstalige stad in wat nu Turkije is. Deze vier personen ontmoeten elkaar in het Romeins paleis in Caesarea rond het jaar 60. En Paulus kreeg de kans om de andere drie te vertellen over het nieuwe geloof in Jezus waarover iedereen het had. Ik ga het laatste deel van zijn toespraak voorlezen en dan gaan we de reacties van de anderen bekijken. Paulus heeft net verteld over zijn eigen bekeringservaring en uitgelegd hoe iedereen vergeving voor al zijn zonden mag ontvangen door Jezus. Hij vertelt het als volgt. Sindsdien, koning Agrippa, ben ik altijd gehoorzaam geweest aan dat hemelse visioen. Maar ik heb eerst aan de inwoners van Damascus en dan in Jeruzalem en het gebied Judea en zelfs aan niet-Joden verkondigd dat ze tot inkeer moeten komen, zich tot God moeten bekeren en moeten handelen overeenkomstig hun bekering. Daarom hebben enkele Joodse mensen mij in de tempel opgepakt en geprobeerd mij om te brengen. Maar tot de dag van vandaag heb ik altijd steun van God ontvangen. Ik sta hier en leg getuigenis af aan groot en klein. Ik vertel niets waarvan niet reeds door de profeten en Mozes was gezegd dat het ging gebeuren. Namelijk dat de Messias zou moeten lijden en dat hij als eerste van de doden zou verrezen om aan zowel ons volk als aan de niet-Joden het licht te verkondigen. Paulus was nog met deze verdedigingsrede bezig toen Festus uitriep: "Je bent gek, Paulus, al dat studeren heeft je gek gemaakt." Maar Paulus antwoordde: "Ik ben niet gek, hoogedele Festus. De woorden die ik spreek zijn waar en doordacht. En de koning is met deze dingen bekend. Daarom spreek ik hem vrijmoedig toe, want ik ben ervan overtuigd dat niets van hem is ontgaan, want ze hebben zich niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, u gelooft toch de profeten? Ik weet dat u ze gelooft." Agrippa zei tegen Paulus: "Ga je straks proberen mij te overtuigen om christen te worden?" En Paulus zei: "Ik zou God willen vragen dat straks of later niet alleen u, maar ook alle mensen die mij vandaag horen, mogen worden zoals ik, echter zonder deze boeien." De reacties zijn eigenlijk kenmerkend voor de mensen in dit verhaal. Festus de Romein vindt te veel studeren gevaarlijk. Profeten hadden de Romeinen ook, maar het idee van een Messias die moest lijden ging voor hem te ver. Het basisbegrip van de Romeinse samenleving was dat de beste moest winnen en omdat Rome de beste natie was, zou Rome altijd winnen. De leidende koning van de christenen was in dat wereldbeeld gewoon onzin. Maar voor de Grieken was het idee dat je door te redeneren van de ene overtuiging kon overgaan op een andere essentieel. De grootste filosoof Socrates maakte van systematische vragen gebruik om zijn leerlingen en toehoorders te leiden van het perspectief dat ze hadden naar iets heel anders. Dus Agrippa stelt de vraag: denk je dat je mij gaat overtuigen? Hier springt hij vanuit twee perspectieven. Aan de ene kant kwam de familie Herodes voort uit de Griekse denkwereld. Maar de stichter van de familie was overgestapt van zijn heidense naar de Joodse levensbeschouwing. Ze hadden lang over de profeten nagedacht. De nonkel van Agrippa, Herodes Antipas, had veel naar Johannes de Doper geluisterd, al gaf hij uiteindelijk ook het bevel om hem te onthoofden. De combinatie van deze twee manieren van denken was misschien iets nieuws voor hen. De Grieken hadden in de loop van de eeuwen al geconcludeerd dat het bestaan van een God veel waarschijnlijker was dan het oude Griekse polytheïsme.
Het universum was te ordelijk om het resultaat te zijn voor een ploeg hordes die vaker tegen dan met elkaar werkten. Maar de Joden hadden een andere invalshoek. Zij geloofden dat God had besloten om zichzelf te openbaren. Het was mogelijk, alhoewel niet altijd evident, om God persoonlijk te kennen. Hun grootste profeet Mozes werd beschreven als de vriend van God. Uiteindelijk liep alle Griekse filosofie uit op de conclusie: waarschijnlijk is er wel een God, maar we kunnen weinig over hem weten. De tijden zijn niet veranderd. De doorsnee Europeaan van vandaag denkt min of meer hetzelfde. Maar het Joodse verhaal was nog niet af. Op een dag zou er een Messias komen. Maar waar was hij en waarom liet God toe dat de Romeinen over de Joden heersten? Naast al deze vragen had je de simpele vraag van Festus: wat is het nut hiervan? Waarmee kan een lijdende Messias helpen? We weten niet of deze vragen voor hem ooit zijn beantwoord. 2 jaar na deze gebeurtenis stierf Festus plots en onverwacht. Nog 8 jaar later werd Jeruzalem veroverd door de Romeinse legers en werd de Joodse tempel vernietigd. Agrippa overleefde het, maar hij moest verder leven als een koning zonder koninkrijk. Maar de vragen liggen nog steeds voor ons. De Griekse vraag is: is dit overtuigend? De Joodse vraag is dit geloofswaardig? De Romeinse vraag: wat is het nut hiervan? Als je filosofisch wilt redeneren zoals de Grieken, kom je uiteindelijk tot het punt dat je meer wil weten. Je wil meer zekerheid hebben. Je kan niet doorgaan met alleen speculatie over God. Je wil zijn WhatsApp-nummer hebben. Als je vanuit een geloofsperspectief komt, moet je ook tot het punt komen waar je niet alleen dingen over God weet, maar dat je hem ook persoonlijk leert kennen. God kennen is niet hetzelfde als feiten over God weten. En als je praktisch nadenkt, dan er is maar een antwoord op de vraag: wat voor verschil gaat dit maken? Het antwoord op alle 3 vragen is dit: je mag God nu leren kennen. Je mag Jezus vragen om in jouw leven te zijn als je redder die je schuld wegneemt en als je koning. Zo krijg je werkelijk een persoonlijke relatie met God. Het is een persoonlijke relatie waarin je hem altijd mag aanspreken en waarin je zijn hand en zijn stem ervaart. Het is ook een heel praktisch antwoord. Wil je weten of het wel of niet echt is? Proef en zie dat God goed is. Proeven is bewezen. Neem je deze stap persoonlijk, dan kan je zelf weten of het wel of niet waar is. Veel mensen zeggen dat het niet mogelijk is om het te weten, maar God zegt zelf in de Bijbel het tegengestelde. Je mag de waarheid weten en nog beter, je mag hem kennen. Wacht er niet mee. Dankjewel, Maarten. Zoals beloofd volgen hier onze gegevens. Je kunt ons contacteren op contact@erbskwerpsecht.org of op 0474 398867. Als je niet bij ons in de buurt woont en nog niet bij een kerkgemeenschap of huiskring hoort, kun je daarnaar zoeken op rp.be. We denken dat je het mooi zult vinden om op die manier mensen te ontmoeten met wie je samen je geloof kunt beleven. Verder wensen we je een goede week toe en volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer hier te zijn met een nieuwe video. Tot dan!